Manuel Broekman en Kees. Dankjewel, dames. Ja, leuk dat jullie er zijn, mannen. Toch wel, ja, ik wilde dat aan jullie vragen. Want ik zie jullie toch een beetje als de Nederlandse Ben Affleck en Matt Damon. Gewoon twee succesvolle acteurs die jeugdvrienden zijn. Af en toe een beetje wat bij elkaar doen. En het dan toch niet kunnen laten om eens in de zoveel tijd bij elkaar te komen. En een grote ding zo van te maken. Dat vind ik een hele mooie vergelijking. Want Good Will Hunting is een van mijn lievelingsfilms. Kijk. En Ben Affleck heet Benjamin Geza Affleck. Ja, dus de link is er wel degelijk. Ja. En de verdeling is al meteen gemaakt. Matt Damon heet Matt Manuel. Maar jullie doen het even een beetje, tenminste, jullie doen wel televisiedingen. Jullie zaten toevallig allebei in het dagboek van een callgirl. Nou, jullie doen onder zoveel tijd een grote film allebei. Maar het is nu even rustig qua film-tv. Of, Nou, het is best wel in ontwikkeling, denk ik. Geza is nu met twee series bezig. Ik ben met mijn film bezig, dus... Nou, laten we even beginnen met Geza dan. Waar ben jij nu allemaal, behalve dan de DJ-carrière, want daar komen we zo op. Dat is waarvoor jullie hier zijn vanavond. Ik ben ook even benieuwd naar het acteren. Ik ben nu het tweede seizoen van Bluff aan het draaien. Maar daarom klink ik ook zo uitgeput. Ik moest vanochtend, werd ik om 6 uur opgehaald. Verschrikkelijk. Ik kan er echt niet aan wennen, die tijden. Maar je hebt ook wel geleerd op de toneelschool om heel laag in je stem te blijven. Ik moest vandaag in de arena filmen. Dat was wel dan heel erg leuk. Oh, vet. Maar dat is, dat gaat in een recordtempo. Probeer je zo'n heel seizoen erop te zetten waarschijnlijk. Ja, dat is zo'n serie is wel echt beuken. Ja. Dus vandaar dat de oogjes een beetje wat kleiner zien. En dat is momenteel jouw ding? Of zit er ook een film aan te komen? Nee, ik ben ook net klaar met draaien voor een film van Sanne Vogel. Die heet Brasserie Valentijn. En dus het zijn hele, hele drukke dagen. En het is namelijk het leukste beroep wat er is. De combinatie van acteren en DJ. Alleen stop je vaak om 6 uur zeg maar met DJ. En dan begint het filmen zeg maar. Dus dat is niet altijd even handig. Heb je al klachten gehad van regisseurs en zo? Dat zeiden, joh, je kan echt niet meer zo naar de klote op de set komen. Niet zo stoned naar binnen. Ik heb speed altijd. Hè? Altijd bij me. Hey, Emmanuel, jij? Ja, ik ben nu bezig met de romantische comedy Rokjesdag. En ik ben dat ook aan het combineren met het DJ'en. En het gaat me wel lekker af. Ik vind het echt een super combinatie. En het is een bijzondere aangelegenheid om altijd met je beste vriend zoiets moois mee te maken. Het is heftig ook hoor. Maar ja. Want jullie doen het er ook bijna. Jullie doen het er ook om, hè? Want zoals in het dagboek van een callgirl hebben jullie er allebei even een rolletje. Is het dan zo dat als de een gevraagd wordt dat jullie er ook meteen bij zijn? Ja, maar je moet ook een maatje even... Nou eerlijk, we mochten vroeger nooit bij de toneelschool en zo mochten we nooit bij elkaar in de klas, weet je wel. Ja. Dus we moeten het zelf een beetje creëren en Het is ook echt toeval. Het heeft niet dat we de hele tijd zeggen van we doen het alleen als we het allebei mogen doen. Zou wel vet zijn trouwens. Een soort package deal. Ja. Laten we dat doen. Er wordt even een box uitgewisseld hier. Ja. Maar het is gewoon toeval dus. Ja, het is toeval. Ja. Kijk, Sterke Verhalen is het ooit begonnen voor ons samen. En dat was gemaakt door een hele groep vrienden. Onder leiding van Kees van Nieuwkerk en Teddy Cherm. Daar is het een beetje begonnen. Maar daarna dat we in sommige projecten tegelijkertijd zitten, is eigenlijk puur toeval. En dat we samen draaien is natuurlijk geen toeval. Dat is, ja. Maar dit, ik bedoel, jullie doen natuurlijk af en toe al samen zitten jullie in een project van iemand. Het is natuurlijk wachten tot de dag dat jullie op een gegeven moment... Samen een fucking film gemaakt. Juist. Ja. Met Damon en Ben Affleck. Ja, maar echt. Ik voel dat wel zo hoor. Nee, maar dat is wel het mooiste om samen met je beste vriend projecten te gaan doen. En ik denk ook wel dat het gaat komen in de toekomst. En wie zou dan wat doen? Want ik bedoel, jullie acteren natuurlijk allebei. Maar dan is er één waarschijnlijk regisseur of een ander... Hij gaat het licht doen. En ik doe de regie. Manuel doet de catering. Ik begrijp dat daar oneenigheid over hij is. Te rennen. Ja. Ik weet niet of we na deze zomer überhaupt nog iets met elkaar te maken willen hebben. We zien elkaar nu zoveel. Ja. En we gaan dus ook de hele zomer samen in het vliegtuig zitten. Ja, wat laten we daar eens over hebben. Jullie gaan de Totally Summer Tour doen. Dat betekent echt alle badplaatsen van Nederland. Daar zijn jullie. Als je deze zomer op vakantie gaat naar Gerso of naar Bulgarije of wherever, dan kom je jullie gewoon tegen. Ja, dat is wel iets anders hoor dan in Nederland draaien ook. Want iedereen heeft er zoveel zin in. En iedereen heeft zoveel... Ja, pit om helemaal het dak eraf te laten knallen. En ze vinden het leuk wat we doen. Dus, we hebben nu 3 gehad. Eentje in Albufeira, eentje in Joret en eentje in Gersonisos. Gerso. En dat is echt te gek. Jij moet Keza brengt zo heerlijk lekker de rust erin. Ja, je moet zo'n gedichten voorstellen. Hoe had je dat zo? Hallo. Jij zit je lekker op de bank. Dat moet jij doen, Kees. Is lekker. Doe maar, begin maar, Keza. Oké. Hallo.
Gadver, het wordt een beetje dirty. Het is een vies, hè? Geza, hoe is het eigenlijk begonnen dat jullie samen gingen draaien? Want het is een beetje als een hobby begonnen, toch? Ik ben op jonge leeftijd begonnen. Toen ik 12 was, heb ik mijn eerste Technics SL 1200 gekocht. Zo? En, Incredible shit. Toen heb ik de eerste paar jaar eigenlijk alleen maar op schoolfeesten gedraaid. En daarna ben ik een beetje op Girls Love DJ's mocht ik opwarmen. En uiteindelijk heeft hij mij ontmoet en toen ging het... Toen ging het beginnen. Ja, maar ik bedoel een beetje die beslissing om samen te gaan draaien. Ik begin meteen weer over mezelf. A story of my life. Nee, Manuel was eigenlijk altijd aan het zingen. En vooral op straat, op pleinen. Is dat echt waar? Ja, dat is echt zo. Die had ze. Zie je zo? En toen dacht ik, daar moet ik iets mee doen. Grof geld betaald. Dus het begon nog met 70-30, zeg maar de verhouding. Toen werd het 60-40. En inmiddels staan we op 50-50 qua verdeling. Ook qua gage mag ik hopen. Ja. Nou ja, niet qua lengte. Niet qua lengte. Mannen, ja, we hebben er veel zin. Gaan jullie binnenkort ook, dit is natuurlijk een beetje een opstap. Maar dan moet er binnenkort ook een eigen release komen, toch? Ja, we zijn bezig met eigen nummers. Oh. Dat is heel spannend. En zoals je hoorde, Manuel die kan erg zingen. Zoals je net al hoorde. En dan zien we, daar verheugen we ons echt op. Maar ook weer spannend, een nieuwe stap en kijken hoe mensen dat trekken. We hebben natuurlijk al de stap moeten maken van dat we niet alleen acteurs zijn, maar nu ook DJ's. En als we straks muziek gaan uitbrengen, gaan we weer kijken of mensen dat tolereren. Nou ja, ik zou zeggen, laat dan even wat horen, jongens. Want hoe minder we lullen, hoe meer tijd we over hebben voor de muziek. Ja. Dus als jullie zo goed zouden willen zijn om richting de DJ-booth te gaan. Gaan we doen. En dan. Oké. En dan geven we ze een gigantisch studioapplaus. Ladies and gentlemen, Manuel Bloekman en Geza Wolf! Bye.
niks is, come on. Wat was het een heerlijke dag, zomerse dag, Amsterdam, Nederland, iedereen. Dit is de vibe, dames en heren. 21 juni, lekker zomertje begin. Begin die heupen te zwieren daar. Geef je lieve man een kus waar je rijdt. Of je lieve vrouw. Het mag allemaal. Maar als ik gaze at time here right now. This is life. Maar Geza heeft een lekkere move hier te pakken. Let's go.
een nummer, dan ga ik wel komen, want ik ben flexibel. Nu ben ik in de club, nu sta ik voor de spiegel. Ik kan niet voor je liegen, we willen wat verdienen. Nou, ik verhoog het tempo, bezweet de hoofd, de grote ogen. Ik ga lekker, ik heb mijn schoenen vies van slapen. Niets knuffel, iets echt fokje wekker. Ik ben met Ronnie Flex, we roken weg, stellen stacks of sturen facturen. En je ma is echt, ze haat van gek, haat van seks. Nu wil ik er huren. Als je bitch wilt chillen, is het geen probleem, dan ga ik erheen. Ik kom niet alleen, want ik heb drank en drugs. Ik heb drank en drugs. Als je bitch wilt chillen, is het geen probleem, dan ga ik erheen. Ik kom niet alleen, want ik heb drank en drugs. Ik heb drank en drugs. Alle pielen zeggen ja tegen MDMA. Je meisje is een mot, staat seks met je pa. Geen blad voor mijn mond, maar recht voor mijn rap. Ze zullen er niet zijn als het slecht met me gaat. Hey bitch, schuif op. Hey, kom maar binnen met z'n allen. Je moet jakken tot de grond alsof je moeder is gevallen. Ik heb bitches zoals jij en ik vang ze elke keer. Morgen weet je ze, maar niks meer. Dat maakt niet uit, want ik doe het wel goed zo. Ik ben klein en ik zeg kom langs bro. Misschien dan mijn liefde. Kom langs bro, kom langs bro, kom langs bro. Me and says, what you driving? I said, Bugatti. Bugatti. Girl comes up to me and says, what you driving? I said, Bugatti. Bugatti. The girl comes up to me and says, what you driving? I said, Bugatti. Bugatti. Girl comes up to me and says, what you driving? I said, Bugatti. Bugatti. Nog steeds avondploeg met Geza en Manuel hier. Gezellig. Mensen zijn sexy bezig hier. Hebben er zin in. Let's do it. Check out my gravel pit. Honest to unravel it. One day is a city that I travel in. Lekker plaatje, Geza. That's right, motherfucker, don't hold me. Check out my gravel pit. A mystery unraveling. Tang is a city that I travel in. Don't know what is a painting. Can't tell. Met de mannen, we hebben er zin in. Mannen, staan die mics aan. Say yeah! Take off all your clothes.
Carpoolen, alles kan. Geen probleem. Nog één plaatje, dames en heren. Laat je horen voor Gay Sound. Lekker, lekker. Dank jullie wel, mannen. Het was mooi om hier te staan. Ik spreek ook namens Geza. Deze track is heerlijk. Come on, do it. Dit is Yella Woof, de nieuwe protégé van Eminem. Hoor deze. Dit is helemaal te gek, let op. Dank jullie wel. Yeah. Boys. Lekker. Lekker. Heerlijk. Genieten. Dat laatste ding, dat was echt sick, man. De protégé van Eminem, zeg je? Is het een van Yella Woof? Yeah. Ja. Ja. Hey. Lekker. Dat vind jij? Ik wist al dat Ivo dat doop zou vinden. Mannen, jullie gaan de hele zomer gaan jullie overal langs toeren. Staan jullie ook nog een paar keer in Nederland? Sowieso de finale van Tolly Summer is in Nederland in september, maar ook... En, voor het vergeten, aankomende zaterdag. Ja, de opening. Walibi. Ja. Out of Control. Oh ja. Zijn jullie erbij? Nou, misschien komen wij wel even kijken. Ja, we zijn daar veelvuldig geweest op Out of Control. En ik heb gehoord dat je er tegenwoordig condooms kan scoren. Dus, lang verhaal. Mannen, dank jullie wel dat jullie even langs willen komen. Graag gedaan. Ik zit even te kijken of er nog een paar data de moeite waard zijn. Want als je op dit moment je vakantie hebt gepland en je hebt vandaag te horen gekregen dat je geslaagd bent. Nou, dan kan je ze opzoeken in, moet ik even kijken hoor. Noem het Barcelona, Marmaris, Albufera, Gersonisos, Mallorca, Sunny Beach en Rimini. Hoppa. Yes. En gefeliciteerd voor iedereen die het heeft gehaald. Iedereen die geslaagd is, gefeliciteerd. Ladies and gentlemen, van het leven. Nog één, als jullie een keer eigen release hebben, dan verwachten jullie terug, hè? 100%. Ja. Ladies and gentlemen, geef ze een groot studio applaus. Mario Broekman en Gezemann!